Vanwege een aflopend huurcontract van het stadskantoor kan de gemeente Arnhem vanaf 2023 andere keuzes maken in haar huisvesting. Wethouder Jan van Dellen vertelt wat de plannen zijn. Wat we willen gaan doen is scenario 1. Dat is een scenario wat efficiënt, kostenbewust en de modernisering van de huidige stadshuis gaat worden. Waarin wij het stadskantoor met het stadhuis gaan samenvoegen met alle ambtenaren. En wat houdt dat dan in? Nou, wat we hier willen doen is verduurzamen. En we willen hier meer groen, misschien op de patio, parkjes. We willen, zoals het stadskantoor, ook een overlegtuin binnen overdekt. Dat willen we ook hier in de ontvangstruimte gaan doen. We willen echt gaan moderniseren, ook digitaal werken. Dus dat je een werkplek hebt, ene keer boven, andere keer op de tweede etage, andere keer op begane grond, wellicht buiten, als het mooi weer is. Dat willen we echt in een modern jasje steken. De hele vormgeving van het stadhuis, dat willen we intact laten. En we moeten ook kijken naar parkeerplaatsen, et cetera. Dus met name een mooie uitstraling voor de stad. En ook onderaan de streep wellicht nog wat geld overhouden. Moderniseren, modern werken. Wat gaat dat dan inhouden in de praktijk bijvoorbeeld? Nou, ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van het moderne werken. Het nieuwe werken. Dat betekent echt dat je niet meer gebonden bent aan een werkplek met een bureau. Maar dat je eigenlijk willekeurig kan werken waar je ook wil. Wil je thuis werken? Dan kan dat. Wil je misschien in het station werken? Kan ook. Misschien aansluiting hier in de stad. We hebben het politiekantoor, hebben we gehoord, die zit ook te kijken. En een andere huisvesting. Misschien moeten we daar nog iets een aansluiting vinden. Kortom, het moet echt moderner en met meer uitstraling. Echt klaar voor de volgende eeuw. En geldt het nu al voor alle organisaties die daar nu gehuisvest zitten? Of alleen voor een deel daarvan? Nee, wat we nu kijken is echt het gemeentehuis. We hebben in het stadskantoor ook nog de connectie zitten. Die we hebben verzelfstandigd en het sportbedrijf. Die hebben hun eigen budget voor huisvesting. Die zijn aan het kijken om het goedkoper te doen. Dus misschien blijven ze daar niet, weten we niet. Dus daar zijn we niet verantwoordelijk voor. Maar kunnen natuurlijk wel begeleiden. Want het gaat ons wel aan het hart en dat ze goede dienstverlening lenen. U zegt hopelijk houdt er nog wat geld over. Heeft u een beetje zicht op het financiële plaatje? Wat levert het dan op? Nou, we zitten echt te kijken aan een huurpremie die we nu doen voor het stadskantoor. Dus als dat vrijvalt, dan kunnen we met die huur hier verbouwen. En dan houden we structureel nog zaken over. De bedragen kan ik niet echt noemen, omdat we afhankelijk zijn van het programma van eisen waar we nu op gaan starten. Dan komen wij ergens voor de zomervakantie op terug. Dan hebben we klaar wat onze ideeën zijn en ook wat de kosten daarvan zijn. Maar ik denk, als we het slim doen, dan houden we echt structureel geld over voor de Arnhemmer.